Hallo, welkom bij Proeven met Rick. Het is een van die hoogtepuntjes van het jaar. National IPA Day, daar is het ooit mee begonnen. De eerste donderdag van augustus vierde men in Amerika de bierstijl India Pale Ale. Inmiddels is dat wereldwijd een dingetje geworden en dus sluiten wij van Bier & Co ons daar graag bij aan. Dit jaar, 2021, valt het op donderdag 5 augustus, maar het is dus altijd de eerste donderdag van augustus in het jaar. IPA, even nog snel. Het verhaal dat iedereen altijd vertelt, maar wat steeds meer wordt betwijfeld, is dat India Pale Ale zijn oorsprong vindt in het feit dat Engeland een kolonie had, India, dat daar bier naartoe moest, omdat de soldaten bier moesten drinken, dat dat bier niet zomaar de lange zeereis kon doorstaan en dat ze zo zijn gaan experimenteren met het meer toevoegen van hop om het bier langer en beter bewaarbaar te maken. Be that as it may, India Pale Ale is in ieder geval zonder enige twijfel de vlaggedrager van wat wij nog steeds de bierrevolutie noemen. Het is een bierstijl in grote lijnen waarbij hop in al zijn schoonheid en facetten centraal staat en waarbij zeker de afgelopen 10, 15 jaar het accent is komen te liggen op het aromatische hopaspect. Voor ons reden om vier exemplarische India Pale Ale substijlen op een rijtje te zetten, want die de stijl India Pale Ale, daaronder vallen onwaarschijnlijk veel subvariantjes. Variërend van Session IPA met minder alcohol tot Black IPA, donker gekleurd. Een beetje met elkaar in tegenspraak, maar daar gaat het eventjes niet over. Je vindt heel veel verschillende soorten. Het voert voor ons zelfs te ver om al die substijlen hier vandaag de revue te laten passeren. Vier stijlen lichten we uit. En één ding valt op als je naar de tafel kijkt. De meeste IPA's zitten in blik. Waarom? Blik is wat ons betreft de superieure bierverpakking als het gaat juist om die aromatische bieren. Omdat blik lichtdicht en luchtdicht is en daarmee het bier beter beschermt tegen de versnellende effecten van zonlicht, met name UV-straling en zuurstof, die de onvermijdelijke smaakachteruitgang van bier bespoedigen. Dus blik houdt je bier langer smakelijk. Nou, we hebben bieren uit de hele wereld op een rijtje staan. En we beginnen met een wat obscure stijl misschien. Een Hazy Vermont Session India Pale Ale. Ik breek mijn tong er al bijna over. Hazy Vermont. Wat wil dat zeggen? Hazy wil zeggen dat het troebel is. Vermont is een van de staten in het noordwesten van Amerika, het noordoosten van Amerika, die we rekenen tot het groepje New England. De klassieke staten waaruit Amerika is voortgekomen. En in die staten, New England, waar Vermont er één van is, is de stijl van de Hazy Fruity IPA naar voren gekomen. We noemen het New England IPA. Wat is hierbij de truc? Hop staat centraal, maar niet vanwege de bitterheid, maar vanwege de fruitigheid. En dat wordt verkregen door het bier lang droog te hoppen. Dus niet de hop meekoken bij het proces, maar eigenlijk laten trekken terwijl het bier ligt te lageren of ligt te rijpen. Wij pakken als voorbeeld de Green Mountain van Thornbridge. Een ultra klassieke brouwerij uit Engeland, dat dan weer wel. De stijl is ooit ontstaan in Engeland, is in Amerika weer uitgegroeid tot een hip fenomeen. En nu gaan de Engelsen de Amerikanen weer nadoen. Het is een beetje een rat race aan gekkigheid. Anyway, proeven begint met kijken en we zien hier inderdaad een troebel bier. Strogeel zou ik zeggen. Een mooie witte schuimkraag. En in die geur heb je meteen de essentie van een Vermont of een New England stijl te pakken. Fruit knalt eruit. Zit er niet in, maar dat zijn dus de aroma's die van de hop komen. En het grappige is, het bier drinkt bijna romig, bijna zacht weg. Je proeft ook dat het een Session IPA is. Relatief laag in alcohol. Deze is 4,3% bijvoorbeeld. Is aan de lage kant voor een IPA. Maar essentieel, je hebt hier geen hopbitterheid in. Het is vooral hopfruitigheid. Dat vinden wij uitdrukkelijk passen in het concept Dare to Drink Different. Het buitenbeentje, want een flesje van eigen bodem. En dit is een volbloed New England IPA. Dus geen Session IPA. Gebrouwen bij de molen. Misschien wel een van de meest klassieke Nederlandse speciaalbierbrouwerijen. Mag je dat zeggen, Rick? Nou,
we hechten niet aan het woord speciaal bier. Bier is altijd speciaal, maar je begrijpt wat ik heen wil. Ook hier iets donkerder van kleur, donkergeel, maar zeker ook weer troebel. Ook weer zo'n hele mooie schuimkraag. En hier is nadrukkelijker de geur van echt tropisch fruit aanwezig. Bij de Vermont Hazy Session IPA was het meer wat citrusachtig. Dit is meer tropisch fruit, meer meloen, meer papaya, meer guave. Tikje bitterder, maar bij lange na niet zo bitter als een IPA kan zijn. Ook hier weer dat hele fijne, romige, zachte mondgevoel. Komt ook een beetje van de andere granen die men erbij gebruikt. Maar zeker niet ultra bitter. Ultra bitter, laten we het daar eens over gaan hebben. Uit Amerika halen wij Stone, bekende brouwerij, een van de grootste en oudste craft breweries uit Amerika. En de uitvinder van wat we nu kennen als de West Coast IPA. West Coast IPA draait nadrukkelijk wel om bitterheid. De fruitigheid van de hoppen zul je zeker ook gaan ruiken. Maar hiermee krijg je echt een klapje in het gezicht. Bitterheid kun je uitdrukken in wat ze noemen International Bittering Units, IBU's. Deze Stone IPA heeft er 77. Wat wil dat zeggen? Het is een lastige schaal, want die schaal is oneindig. En het meet de stoffen die je als bitter zou kunnen interpreteren. Dus niet voor iedereen is een bier met 77 IBU zo bitter als voor een ander. Je kunt jezelf trainen voor bitterheid. Maar je kunt wel in zijn algemeenheid zeggen, zit je boven de 50, dan kun je niet om het bittere element heen. Tweeschijn. Niet echt troebel, maar ook zeker niet kraakhelder. Nadrukkelijk donkerder. Dit zit tegen het goud aan. Ook weer een hagelwitte schuimkraag en een mooie stevige schuimkraag. Naast fruitigheid komt hier ook wat grassigheid omhoog. Bijna dennennaalden, harsachtige geuren. Tropisch fruit mis je. Citrusfruit zit er een beetje in. Ja, en bitterheid in de smaak is onmiskenbaar. Onmiskenbaar. Dus een totaal andere smaakbeleving dan die zachte, romige, fruitige New England-style IPA's. Een van de andere substijlen is als je begint met IPA en je doet daar meer alcohol, meer hop in, dan krijg je een dubbel IPA. Het kan ook doorgaan lopen naar nog zwaarder, Imperial IPA's, Triple IPA's. Wij kiezen als voorbeeld van onze vrienden van BrewDog, de grootste en meest succesvolle Europese craftbrouwerij, vooral ook gekend vanwege hun hoppige bieren, de Jackhammer, een dubbel IPA. Die IBU's, we hadden het er net al eventjes over, daar kun je mee spelen. Sommigen zien het af en toe ook echt een beetje als een soort marketinggrapje. Maar hiervan wordt gezegd, hier zitten wel 250 IBU's in. Dus dat is net zo bitter als een verloren liefde. Misschien wel twee verloren liefdes. Hierin zou je de bitterheid bijna als pijnlijk kunnen gaan ervaren. Ook weer niet kraakhelder. Komt ook vaak een beetje van die enorme hopgift. Hè? De hopdeeltjes blijven dan in het bier aanwezig. Wel weer iets lichter van kleur. Dit zit weer tegen het donker stro aan. Ook weer die prachtige hagelwitte schuimkraag. En in de geur, er zit meer alcohol in. Hè? Dus een dubbel IPA. Komt ook iets meer de graan naar voren. Je ruikt al iets meer wat broodachtigs. Maar je ruikt ook weer het fruit. En nou ben ik benieuwd of je die 250 IBU proeven gaat. Heerlijk. Super intens. Je voelt nu ook, en dat is het grootste contrast met alle bieren van hiervoor, dat je wangen wat samentrekken, dat het wat astringent begint te worden. Dat je de bitterheid ook daadwerkelijk het vocht ongeveer uit je wangen voelt zuigen. En dat is eigenlijk een heel verfrissende sensatie. Het echt meteen trek in de volgende slok. Samenvattend. Vier exemplarische ondersoorten van die grote stijl IPA die we speciaal even op
International IPA Day in het zonnetje zitten. Waar vind je deze bieren? Natuurlijk ook geen gekke vraag. Nou, geen café, geen winkel, geen supermarkt meer zonder een goede selectie aan India Pale Ales en al die substijlen. Stone vind je geheid in elke bierwinkel, misschien wel in de supermarkt. Water en vuur van de molen zeker, want die kun je bijvoorbeeld ook bij Albert Heijn kopen. De andere varianten, het zijn wat meer zeldzame soorten, dus daar zul je echt een goed café voor moeten opzoeken, een goede webwinkel of een gespecialiseerde bierwinkel. Daar zijn er talloze van. Al met al, Happy IPA Day. Dare to drink different? Blijf gezond en blijf genieten.